uit de grond gereden paaltjes, een omvergereden lantaarnpaal en zelfs een geschaafde auto met €900 schade. Het aantal schaderitten door vrachtwagens in het centrum van Poeldijk is bijna dagelijkse kost. Een groot aantal chauffeurs kiest al jaren voor de voor vrachtverkeer verboden Jan Barendselaan. De politiek eist nu maatregelen. Op dit moment is de Arkelweg bij het ABC-terrein in beide richtingen afgesloten. Daarom kiezen nog veel meer truckers voor een route dwars door het dorp heen, over de Jan Barendselaan. En dan gaat het fout. Zo ook dinsdagochtend bij het tankstation. Toevallig een Spanjaard en ik heb hem er even geholpen om achteruit te rijden. Maar er is natuurlijk een file vanaf de Chinees tot aan Wateringen zowat. Dus ik denk dat het is niet goed aangegeven of ze zijn niet opgelet. Vanaf de Wateringseweg mag je als vrachtwagenchauffeur nog een klein deel de Jan Barendselaan op. Maar dat heeft dan ook een reden. Ja, dat klopt helemaal, want er staat een bord bij de Jan Barendselaan dat ze 150 meter mogen rijden. Want anders krijgen wij geen voorraad brandstof. Truckers die bij het pompstation niets te zoeken hebben, komen vervolgens in de problemen. Met alle ellende van dien. En dan komen de mensen bij de benzinepomp en dan komen ze een bord tegen verboden in te rijden. En dan gaan ze rechtsaf, Ierse straat in. Ja, en dan zitten ze vast. En dan kennen ze niet meer voor of achteruit. De afsluiting van de Arkelweg lijkt op dit moment de grote boosdoener. In de Ierenstraat en de Anjerstraat staat er soms zelfs een file van verkeerd gereden vrachtwagenchauffeurs. Ja, al het vrachtverkeer wat naar de ABC moet, die weet niet meer waar ze heen moeten. Dus dan zijn ze de weg kwijt en dan proberen ze toch hierheen te komen. Nou, wat dus niet lukt. LPF Westland is de situatie zat en vraagt het college om maatregelen. Wat is nou de oplossing? Ik zou het op het moment niet weten. Wegen ontsluiten is moeilijk. Maar dan moeten ze heel Poeldijk een beetje gaan ontsluiten. Maar ja, dat is een moeilijk verhaal. Dat gaat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. De Arkelweg blijft nog tot eind november dicht.